En dit is de hoofdslaapkamer. Mooie ruimte slaapkamer, woningbreed. Henk en Lilian van Overbeek zijn op zoek naar een nieuw huis en krijgen een rondleiding door een van de nieuwbouwkoopwoningen van Portaal in de Utrechtse wijk Overvecht. Ja, het is ook een mooie slaapkamer. Ja, en dan de derde kamer, de slaapkamer is dus kleiner. Maar goed, altijd nog 3x2, dus het is... In dit rijtje van 23 splinternieuwe huizen zijn er maar 5 verkocht. En dat is vervelend, vindt woningcorporatie Portaal. Het is voornamelijk vervelend voor de kopers, denk ik. Want inderdaad, die komen straks in een pand wat half bewoond wordt. En dat wil je niet. We hebben een project, daar hebben we ons nek voor uitgestoken om Overvecht te gaan verbeteren. Om Overvecht te vernieuwen en gewoon een heel nieuw imago te krijgen. En dan loopt het niet zoals je wilt. Nou, dat is heel vervelend. Zelfde verhaal in Zuilen, waar ook tientallen woningen onverkocht blijven nu de huizenmarkt is ingestort. Kopers vinden de woningen te duur. En hier in Overvecht geldt nog een reden, zeggen Henk en Lilian. Het negatieve beeld in de media van Overvecht, dat het helemaal niet zo is. Nou, in ieder geval niet slechter dan andere wijken of zo, maar het heeft een negatief imago, denk ik. Om de huizen toch te verkopen, heeft Portaal besloten om de prijs flink te laten zakken. Rond de 10%. Dus dat is al een hele stap. En met extra subsidieregelingen kan de prijs nog verder dalen. Dit huis zou dan zo'n €227.000 moeten opbrengen. Voor Henk en Lilian een serieuze overweging. Zij wonen al meer dan 20 jaar in Overvecht en willen hier graag blijven. Dit is een heel mooi huis. De ligging is ook heel ruimtelijk. Zat parkeergelegenheid in de buurt. Winkelcentrum in de buurt. Zij zijn dus positief. Maar of de afgeprijsde huizen nu ineens razendsnel verkopen, dat verwacht Portaal nou ook weer niet. Een broodje over de toonbank geloof ik niet meer in. Want het is gewoon €227.000 is gewoon veel. Het is geen broodje, het is geen pak suiker, het is echt gewoon veel geld. Maar het is wel een prijs die voor heel veel mensen gewoon weer bereikbaar is. Dus wie weet krijgen deze mensen met hun gezellige voortuin binnenkort eindelijk buren.